qualcosa? Madre di mente. Lek menir, kom hier midden. Ik ga niet goed met deze wereld, hè. Helemaal niet goed zelfs. De mensen zien elkaar niet graag meer. Het vertrouwen is weg. Ze zijn bang. Ja? Ja, wat gaan we eraan doen? Wij zouden graag eens met u willen klappen. Over God. Oef. Ik pees niet dat ik dat dit voor neem. Hoe bedoelt u? Hoe bedoel je? Welk stek verstoor je niet? Maar zo. Meneer heeft geen tijd om over God te klappen. Verstoor je dat stuk? Freddy. Voor onze lieve nier moet het uit maken. Dat zou ik niet doen. Want ik schiet een gat in uw boeken, kerel. Dat we kak tot bij de gebeuren tegen de muren plakt. Hoe gaat hier geen geld? Wel leeg dat je zwart zei. Met liegen nooit. Oh nee? Hoe zit je dat zo raak geworden? Met liegen en bedriegen. Want eerlijke mensen die worden niet raak. Zeg dat ik het gezegd. Eerlijke mensen die winnen zelfs nooit de lotto. En weet je waarom niet? Nee. Ziet graag het maar. Maar hoe ga ik dat nou weten? In zwart geld. Je moet hier nou toch ergens zwart geld hebben. Dat is geen animeer, hè. Alle villamannen nemen zwart geld. Ons moeten niks proberen waarsmoken. Allee, meneer, je kunt zo'n kot toch nooit kopen zonder zwart geld. Dat weet je dat toch zelf ook, hè? Zuster, daarom. Dat is allemaal heb. Vinden we ons eigen geestig, hè? Je bent niet goed bezig, hè, villaman. Geloof me, hè, niet goed bezig. Weet dat wat? Ik zal het zelf wel gaan zeuken. Blaskok! Is dat die van Olle? Ik dat wel lang. Ziet er ook geen gemakkelijke noot uit. De heer Carlo Mus. Ziet er dat? Mus? Wel, dat vind ik nou een geestige naam, zeg. Carlo Mus. Dat is iets voor in een tekenfilm, hè? Hola, wat is dat? Is dat een hond? Zitana! Daar zijn je dan mee boven te komen. Hola, meneer. Zo'n beer van een ventje en even zo'n vloeienzak staat te wachten totdat hem zijn kaksje en zijn piesje heeft gedaan. Daar mocht de wagen nou toch belachelijk bij, hè? Vind je dat nou niet fees? Hola. Zet dat af! Afzetten, heb ik gezegd! We zijn een van de flikker in, kom! Plezant, hè! Ja, Freddy, ja, ik dacht dat we gemakkelijk ras, we straks eruit moeten gaan lopen. Allee, kom. Hoi. Ja, springen, hè. Ja, blijf er dan zitten, hè. Er is er al ene baat over. Geen interventie. Ik herhaal, geen interventie. Over. Nee, we doen niks. Wat is de positie van nummer 2? Hier hangt nog aan de poort. Springt dat, hè? Ah, maar weg. Kom! Kom, Freddy, ik raak nooit. Waarom? Ja, omdat ik het zeg, godverdomme! In een rode personenwagen van het merk DAF, met nummerplaat Irma Frans Danny 681.
terug. Vandaag zijn ze toch lang weggebleven. Hebben ze nog niet gezien? Ik denk het wel. Wuiven ze? Ja. Gezellig hier. De klank is weer kapot. Wat had je dan gedaan als die blauwskouw koekwapens in oor had gehad? Geschoot op een kot. Ah, zo. Wat? Zonder kogels. Er zaten geen kogels in, dwaasgloed. Wie zegt dat? Ikke. Frits. Ik heb die er gisteren allemaal uitgehold. En weet je waarom? Omdat ga een gevaarlijke zot zijn. Ikke? Ja, ga! Ga je het van de morgen met ons lijven gespeeld, Frits? Dat beseft je toch? Hadden we misschien afgesproken dat je die ging meepakken? Ik hoor het niet, Freddy. Ga, denk toch niet dat hij anders ons zomaar had binnengelaten? Ja, mogelijks. En dan waren we gewoon aan het huis dan even gaan bellen. Er wonen ook geen nare mensen, hè? En waar ik mijn eigen heb moeten verdedigen? Ik had toch godverdomme gewoon gestaan, hè? Een geld of een leven? Hallo? Was dat mijn schuld misschien? Gaat die kogels er toch uitgold? Wat heb ik nou juist gezegd? Wat? Dat gaat een gevaarlijke zult zijn! Freddy. Freddy, nee, godverdomme, Freddy. Je gaat hem hier tegen onze auto pissen. Allee, Freddy, was dat nou nodig? Met mijn goed keukenmis, er denkt dat niet van rij, gast. Waar? Was dit er toch ook vlieges mee? Maar toch geen hond. Stond dat er even aan zoek dat dat er verdient? Of heb je dat misschien in dat boekje gelezen dat er baar was toen we het kochten? Nee? Ah, wel dan? Wat deed je dat tegen honden, zeg? Want de gebeuren zullen lachen. Ja, voilà, lap. Daar is het al, hè. Kom, ga het maar uitleggen, hè. Ja, 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 ja. Het is al goed. Voor wat is het? Goeiedag. Is deze misschien van aan? Kom, jongen, ga zitten. Ah, loser, hè. Goedemiddag, heren.
gezellig huisje. Hier. Nog goed dat je dat proper je naam en je adres ingeschreven hebt. Nee. Anders wordt ze misschien kwijt geweest. Frits. Gase pummel. Gase loependuin! Target bevindt zich nog steeds op 100 meter. Over. Spreekt hij normaal, chef? Verschoning, chef. Ik moet van mijn leven nog naar Martino, jong. Wat voor toen zich. Ik zie geen klote. Centraal voor X7. Situatie status quo. Over. Oké, afwacht. Geen intervisie. Dat vliegen ze was rot. Maar met die pikante saus erover proefde dat niet. Doe me toch. Kalf! Waar? Ik wou wel de neffen gaan bellen, hè? Weet je nog? Maar nee, nee. Ga, moest per se bij meneer Reek binnen zijn. Je bent een amateurgast. Geef het toch toe. Een prutser. Oh ja, ja, echt. Nou, kom het graag. Zijn het daar, hè? Ja. Zit hem verzitten, meneer pastoor. Steekt al zijn verstand in een mozeke en ik ga die een kattenbak wonen, hè? Hé! Zot! Hé, komt er dan ooit, hè? Komt er zelf al, hè? Platbroek. Meneer, om hij is even los dat ik op zijn bakjes kan kloppen. Zijn hier meer als chocolade aan het jammelen of wat, jong? Hoe kan ik dat nou weten? Maar hebben ze al terug naar buiten zien komen? Nee. Maar dan zitten ze nog altijd binnen, hè. Hoe ingewikkeld kan dat nou zijn? Hoppatje, ik heb echt dringend de wc nodig, jong. Dat is op mijn dermen geslagen. Toch in die ongelukken gebeuren ze, hè. Ik voel het. Ja, dan is even daar tussen de straken. Nee, dat doe ik niet, sorry. Ja, wat wilde dan dat ik een wc uit mijn klak tover? Patje, ze biedt is praas, hè. Ik kan het niet meer geloven, amor. We mogen hier niet weg, hè, man. Maar ik word hier gekeld toch gekwaad? Er is toch niks te zien, kom. Voorzichtig, joh! Vijf. 4, 3, 2, 1. Wat was dat? Was dat vuurwerk? Dus geloof er nooit! Greta, wat was dat? Komen liggen? Ah, een beetje wel, pa. Zit ik al neer om te? Is dat een spelletje of zo? Was dat overvallen? Nou, vervallen? Dat weet. Dat de nonnetjes. Nee, pa. Door echte overvallers. Het is niet waar. Bij wapens. Zit er mee ontzwazen? Nee. En dan komen die dan bij alle zeuken. Ja, dat weten we ook niet. Dat hebben ze niet gezegd. Hebben ze het mij gepakt? Nee. Die had ik gisteren nog nooit niet gezien. Nee, nooit, nee. Dat was dan nog thuis van de momo. Ja, pa. Die is nog goed eten ongewist. De dreigende blijven hem in de garage staan. Dan belden ze een taxi. Zo mogen ze er niet meer zijn. Kunnen we ons dan niet even helpen, pa?
zijn vernederd, Frits. En ook wel hier, in ons eigen huis. Onze pa vindt ons twee onnoezelaars. Ja. Is dat dood anders geweest? Want dan kan ik het mij in ieder geval niet herinneren. De noten van de memoe is per totaal. Ik kan zo niet voortleven. Is dit van plan? We gaan er terug naartoe en we steken ze kot in brand. Dat die lelijke muziek niet snapt dat er met ons niet te lachen valt. We weten waar dat hem woont. Ja, en hij weet waar we gaan wonen, hè. Dat er maar afkomt. Ik zal klaarstaan. Dat is geen amateur, hè, Freddy. Wat toch ook niet. En hoe gaan we er dan geraken? Met de bus? Er stopt geen bus. Ik kan misschien aan die mottige buffel van aan de overkant gaan vragen of dat we even in een auto kunnen liggen. Ja, en hoe gaan we dat dan doen? Goedenavond, mottige buffel. Ik heb juist al een baloe de strot overgesneden met die vliesmis van de Frits. En ik zou nagaan even al een auto liggen, want die van ons is ontploft. Ja, niet zo natuurlijk. Allee, hoe dan wel? Ik ben heel curieus. Ja, niet van... Goedenavond, mottige buffel. Ik... Kun je misschien de bloedgat nog eens laten zien? Weet je wat? Ik zal een keer wachten. Wat wil je nou zeggen? Dat ik dat niet geregeld krijg. En wel, ik zal eens iets laten zien, ze. Zet de kazakske maar al klaar. Greta zit in het bad. Maar Greta moet dat niet weten, hè, Leon. Dat zit tussen ons. Waar mannen onderin. Ik heb maar even nodig. Half uur. Max. Zit ze er al aan, Kim? Waarin? Wel in bad. Heb je al zo'n ballon niet gezien? Nee. Waarom? Zijn ze hem kwijt? Het is vreemd. Normaal is ze bang in een donkere. Maar misschien is hij verschoten van dat veerwerk. Ik heb me gedacht. Als ik even zo'n camionet mag lenen en de Balou is over een uur niet thuis, ga ik hem zoeken. Samen met de Frits. Die is hij ook geërenomd. Plan nodig, Freddy. We kunnen er niet zomaar binnen gaan en dan... En mijn plan. Ja, daar was ik al bang voor. Tot de nooit een tijd dat wij aan de rest van de wereld laten zien dat we geen losers zijn. En dat moet per se van de avond gebeuren. Ja. Kom, jou weg, kom. De politie is al onderweg. Die stond hier binnen 2 minuten. Ja, daar waren we bang.
Hola, blijven staan, armen omhoog. Maar een man gaat hier direct zijn. U verwacht precies nog veel volk van vanavond. Waarom heb je geld in huis? Dat weten we wel. En daar komen we ook niet voor. Kom er dan wel voor? Ook niet voor die kaalelijke klok, zeker. Want die moeten mij pakken, hè? Ik heb een idee. Ga zijn gestoord. En ga zijn een broek schuiten. Hoe lang gaat het duren dat die gasten terug aan ons thuis dan? Hè? Een uur, twee uur? Als we ons niet spoeien, zijn ze er nog ver langs. Die lelijke mus weet toch niet dat we haar hebben meegepakt? Ze kan het toch ook gewoon zijn afgebold? Klom ik toch wel eens aan bras af en toe? Nee. Oh, gelucht. Dat soort vrouwen bollen niet zomaar af als er aan bras is. Die gaan niet eens wel advocaat. Daar met de lotte vrozen, dan vind ik nog een klein appartementje. Zeg maar, die mus weet toch dat wij geen lotte niet meer hebben? Hoe kunnen wij dat dan geweest zijn? Gebruik dat toch eens een verstand? We moeten we toch geraken? Dat is een lente van bij ons. Jawel. En zijn ze daarop gekomen door een verstand te gebruiken? Ja. Ja? Dan zou ik dat niet te veel niet meer doen. Stoep, hè. Dan zie je het. Ja, je moet je niet ophouden, hè. Straks verbranden de pikkels nog. Het is gezellig hier. Wat? Staat er niet om misschien? Ja, strijk het erin. Hela, wat is dat? Waarom is ze die niet meer op? Het is donker buiten. Ja, en dan? Hier ga ik even bijhouden. Ze biedt wie schild, dat komt niet bij je in te keilen. Ja, wat moet ik dan doen? Met mijn schoen gooien of wat? Kom, kom, naar boven, naar boven. Hebben we ons kamionet nog nodig? Goedenavond. Freddy had tegen Leon gezegd dat hem ze zou terugbrengen. Ja, nee, het is wat doodgelopen. We hebben in de file gezeten. En hebben we onze ballon ergens gezien? Nee, hè. Zijn hem kwijt? Freddy had aan Leon beloofd dat we hem zou gaan zoeken. Ja, Freddy zit in bed. Zal hem straks sturen. Ja, zeg, wat is er eigenlijk met Ole Notte gebeurd? Ja, hij is kapot. Dat zie ik ook, ja. Ja, even aan zijn verkeerd contact. Ah zo? Ja, ik zal hem straks sturen. Hm? Ook de Freddy voor de ballon. En ons kamionet? Die brengt hem naar mij, hè. Ja, ik weet niet meer dat die sleutels even aan liggen, oké? Okay? Ik zal u, hè, goedenavond. Is er nog iets? Ja. Zeg eens tegen de Freddy dat hem daar moet mee ophouden. Met wat? Met altijd zijn broek af te trekken en zijn bloed gaat te laten zien als je een verbaar hebt. Ik zal het hem zeggen. Er is niks schoon aan, hè? Nee. Allee. We vragen 100.000 euro. Cash! Ga, weet niet waar dat om begint, ga. Nee, dat is waar. We hebben haar niks gevraagd, hè. Stel nou dat dat lukt, hoe lang denk je dat gaat duren voordat ze onze stekken hebben, hè? Zij heeft ons wel gezien, hè?
komen, hè. Het is niet mijn schuld, hè. Dat moet zou weken. Allee, gast. Ja, je gaat misschien een beter idee. Vraag 200.000. De helft is voor mij. Ik kan niet volgen. Carlo heeft geld genoeg. En dan ga je gaan, nou, doe je niet zeggen dat wij dat waren. Nee. Ik vertrouw dat niet. De helft is wel veel, hè. Dat is evenveel als school, hè. Dat is waar, maar wij zijn wel met twee, hè. Dat is niet mijn schuld, hè. Waarom zou je dat doen? Nou, voor wat denkt hij? Voor het geld natuurlijk, voor wat anders. Wat doet dat een man eigenlijk voor de kost? Zwart geld witwassen. Godverdomme, en tegen ons zitten dat we geen zwart geld hadden. Deugen niet. Ja, en waar komt dat zwart geld dan vandaan? Dat is niet belangrijk, hè, Frits. Al nee? Denk dat toch eens na. Die manier die werkt niet voor bakkers en bierhouwers, hè. Dat komt niet goed, Freddy. Dat is maffia. Daar zijn ons papen te kort voor. Hij heeft ons belachelijk gemokt. Hier, in ons eigen huis. En net de notte van de mamoe in de lucht geblazen. Sorry. Twee arme dammetjes. Wat zou er nou in zitten? Een toertje? Dat zullen we wel echt nodig hebben. En wat zit het daar dan van plan? Met dat masker? Ja. We willen niet alleen zijn. We zijn geen 12 jaar niet meer, hè, pa. En hoe lang is dat al bezig? Oh, toch al even. Al even? Maar nou we niet eens dachten, het is de moment om eens alleen te zijn. Ja, zeg. En wat doet dat mesje voor de kast? Ze werkt in een wasserij. Gewoon werkvolk. Ja, ze is daar wel baas, hè? Is die wasserij van haar? Binnenkort waarschijnlijk wel. Oh. En wat zit hij dan in al? Waar? Gaat hij dan even de rest van hun leven met die babels blijven luiden? Er is toch niks niet meer met te verdienen. Wat denkt er vanaf? Dat is niet meer van deze taart, jongen. De mensen lezen dat niet meer. Ik heb al zo dikwijls gezegd. Je zou beter Courants verkopen. Daar zit nog business in. Courants? Ja. En de Freddy? Wat gaat hij doen? Dat ga je weg zien. Je blijft gewoon thuis, denk ik. Die kan alleen zijn plan niet trekken. Ja, het is maar voor 2 dagen, hè, pa. Nou, heb je het gehoord van die gasten die er nog van de mamoe in brand hebben gestoken? De politie is ermee bezig. Oh. Allee, dan kunnen we langs 2 uren slapen. Avond is wat proper. Natuurlijk, pa. Ik meen het. Geen rommel, hè? Nee, pa. Zij hier de spaarrekening leeghold. Pas op, dat was allemaal mijn geld, hè. Ah ja, zij werkt maar part-time. En dan krijg ik een brief van haar advocaat dat ze alimentatie wilt, zeg. Terwijl dat zij mij bedrogen, hè. Niet omgekeerd, dat heb ik haar verteld. Allee, zeg nou zelf, is dat nou eerlijk? Nee, hè. Bon, ik heb met die brief naar mijn advocaat.
Ik ben er geen half uur binnen geweest en gisteren zat er al een factuur in mijn bus. 1000 euro, provisie. Allee, is dat nou serieus? Oh, ik ben naar die kotsmuug, hè. Ik sterf van de noemer. En pas op, dan is dat nog niet gegarandeerd dat ik dat ga winnen, hè. Zijn we ons weer goed bij ons vlogje met die twee paters? Die hebben daar niks mee te maken, hè? We zitten hier toch op ons gemak. Wie stond er nou bij de mus voor de deur? Geen idee. Och, ik moet die tijd, hè. Ik word er aan mijn tand van. Ik kon niet talen. Ik blijf hier. Moet ik het meebrengen? Nee. Of ja, een wafel met chocolade. En een kolen. Wacht. Ja, maar laat maar zitten, hè. Ga ik het nog nodig hebben, ik ben zo bezig hoor. Is er iets in iemand? Tada! We zitten met een probleem. Wat is dat? Dat is een van de mannen van de mus. Ja, en wat zit hier bij ons op de wc te doen? Ja, die stond wat vager. Misschien een verrekijker. Hij zei dat hem door de vogeltjes ontloeren was. Laat godverdomme een pistool bij. En van waar komen die aanboeien? Die had hem in zijn zak zitten begot. Oh, en wat was hij ermee van plan? En wat nou, hè? Ah, ik weet het niet, hè. Ken je gaan hier? Nee. En dan in zijn portefeuille gekeken? Had je een portefeuille bij? Geen telefoon? Niks. Nou, dan zijn we pas gokenjost, hè. Ja. Allee, wat gaan we daarmee doen? Ja, het is goed, jongen. Oh, dan gaan we maar wat kalm. Hey, laat ons dit afspreken, hè. Als je nog eens goed gedacht hebt, moet het maar niet meer komen vertellen. Ja? Ja. Nog. Stop! 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 Maar. Wat wilt die, madame? Die wil de camion niet terug. Allee, houd de weg. Stop! Draai! Stop! Ja! Die zijn de Baloe gaan zoeken, ik ben er zeker van. Maar ze hebben mijn bekans doodgereden. Die hadden dat niet gezien. Dat zijn serieuze jongens. Altijd vriendelijk, altijd zwaaien als ze passeren. Zwaaien, ja. Ik bel de police. Wat kalmeert nu toch? Zeg, die brengen die auto straks terug. We hebben die toch niet direct nodig? Die zijn niet van plan. Allee. Er was een vrouw bij. Oei, dat doe ik nog. Beter, een goede buur. Dan slechte vrienden. Een auto gaat niet rapper. Je zou misschien wat meer gas kunnen geven. Dus die grote pedaal, daar beneden rechts.
Dat meen je niet. Wat? We komen hier niet samen wonen, hè, madame? Er is hier toch stromend water? Ben jij in Terp? En als je dan op de wc moet? Daar, in het bos. Meneer, moet je nou zo hard roepen als dat je wilt? Niemand kan het horen. Help! Niemand. Maar er is een groot misverstand. Ah ja? Dat zie ik dan toch helemaal anders. Hollen uit de notte van een vermoeien brand gestoken en dat nemen we niet. Daar weet ik niks van. Oh, niet het zal niet. Maar ik ken al een memoe niet, godverdomme. Hola, opletten, hè. Godverdomme en een memoe. In ene zin, dat wil ik niet meer horen. Of ik schiet godverdomme mijn kop eraf. Dat denk je wel. Maar ik ken Ellen zelfs niet. Oh nee? En waarom zei je dan er juist alle memo? Hoe weet je dat dat ook mijn memo is? Dat wij broers zijn? Wat hebben we dat niet gezegd, hè? Nee. En wij trekken die helemaal niet op elkaar. Kijk maar in school, hier. Wij zijn er helemaal anders uit. Hij is veel groter en ik ben veel knapper. Mannen, ik zei zo maar iets. Nee. Gasten gelijk ga, die zeggen nooit zo maar iets. Dat is heel juist, Frits. Daar trappen wij niet in, kerel. Godverdomme. Wanneer gaan we naar bellen? Hier, belt ga mij aan mijn telefoon en zeg dat je gekidnapt bent. En dan pakken wij over. En laat hem maar goed voelen dat het serieus is, hè? Dat je grote schrik hebt. Ik zal mijn best doen, hè? En zeg dat hem de police er moet buiten laten, want anders gebeuren er ongelukken. Nog iets? Trouwens, ik denk niet dat de Carlo heel wat naar de police gaat lopen. We zijn weer al niet begonnen, hè? Schatje, ik zin het. Gina, hoe zit je hier? Ik ben gekidnapt. Ik moest haar bellen. Dag, meneer Muus. Met wie spreek ik? Ik heb u met hem hier dan maar. Als u die ooit wilt terugzien, levend, gaat dat geld kosten. Ah? Ah bon? 200.000 euro in briefjes van 50. En alleen gebruikte briefjes, hè? Geen neef. En je stekt ze in een doorzichtige plastieke zak. En als u wilt proberen... Hoe... Luistert, meneer, doe hem moeite, vindt het interesseert me niet. Wat dat soort spelletjes, hè? Ze hebben mij nu geraakt aan het verkeerde adres. Hallo? Hallo? Het interesseert hem niet. Heet je niet gehakt? Ja. Wat is dat? Dat is niet serieus, hè? Ja, wat kan ik kik door nou doen? Doe die terugbellen, hè? Denkt je wel? Antwoordapparaat. Heb je dan al eens meegemokt? Ik sla je godverdomme in stukken van hier. Wie denk je wel dat je zat? Je zult niet blijven lachen, hè? Prinsesse zot. Godverdomme, zeg je dat helemaal? Wat? Ja, dan weet je niet zeker waar het moet gaan zoeken. Oh ja? Ga je denken dat je mijn stem niet herkent, of wat? Ja, gaan we het krijgen. Waarom zou we mijn stem wel herkennen in die van Ani? Je doet altijd, hè, of dat ik de loonprik ben. Greta! Ik ben niet tof, hè. Ah, daar zit ik. Ik dacht dat jij in de badkamer waart. Zou je weer te spioneren, ja? Maar nee! Als je denkt dat ik van heel de dag niks beters te doen heb. Thank you.
is er niet thuis. Denk maar aan. Alle Freddy is gisteren ons kamionet komen lenen. Hij had ze maar even nodig, zei hij, maar dan zijn ze van de morgen weer mee vertrokken, zonder iets te vragen. De Frits ging 2 dagen naar Dardenne. Dan was een caravan in La Roche. Maar ik wist niet dat langs Freddy ook mee was. Dan zitten wij nog 2 dagen zonder Otto. Dat is wel vervelend. Er was een masker bij. Oh. Zouden hij eens niet aan de Freddy willen zeggen dat als ze hem hier bij ons verbaren, dat hij zijn broek moet aanhouden? Ik zie niet iemand mee, madame. Ah, wel ja. Iedere keer als ze bij ons voorbij komt, hè, dan... Goedemiddag, meneer. Goedemiddag, madame. De mannen zijn niet dus? Nee. Ze zijn voor 2 dagen naar Dardenne, naar de caravan in La Roche. Ah. Hadden ze dringend nodig? Dringend. Het is te zeggen. Ik ben de vader. En hij is hem. Mus. Carlo Mus. Ah, nou. Ja. En waar kwam de juist voor? Wel, er zijn zuster, de zadelijke Frits. Filatelisten. Alle draai. En door iets minder fanatiek. Ik slaap hier van de nacht niet mee, Ollen, hè? Ah, nee? En wat heb je dan gedacht? Dat we gezellig allemaal samen op hotel gingen? Dat kan me niet schillen. Ik blijf hier niet. Ga eens geen twijfel te vergeten dat je niks te vertellen hebt, hè? We hebben aangekidnapt, ja? Ik ben toch serieus honger te krijgen. Ik heb andere zorgen onder de kop, Freddy. Ja, maar als ik honger heb, dan kan ik niet goed meer nadenken. Dan zou ik nog even wachten mee eten. Dat was een moppeke. Nou, ik vond het niet geestig. Mannen, ik moet echt heel dringend. Ik kan het niet meer houden. Dat is dat probleem. Lotte, je denkt dat ook eens naar de wc gaan. Moet je doen niet? Hoe heet je eigenlijk? Charles. Serieus? Ga je eens in dat leken? Ja, welk leken? Charlesje, Charlesje. Hangt een beetje kloten aan het ogeltje. En dat je dat nou niet kent? Zijn kinderleken, dat kent nou toch iedereen? Maar dan, ik ben echt niet wie dat geld denkt. Ik ben van de police. Ja, ja, waarom niet? Dat is goed geprobeerd, maar dat geloof ik niet, hè, Charlesje. De police. Dat werkt voor de mus. Maar dat is niet waar. Oh, man, dan maak ik nou alsjeblieft. Ik ga eens even mee met die zagenvind, kom. Allee, dat je dat nou niet kent, Charlesje. Nee? Charlesje, Charlesje. Hangt een beetje goed aan een ogeltje. Ik heb je echt wel nog nooit bij ons thuis gezien. Bel nog eens. Antwoordapparaat. Dan moet jij ziel gewoon normaal luisteren, hè, mus. We hebben mij aan mijn dame geklapt en intussen weten we alles van haar. Ook van haar zwart geld. En dat ziet er niet goed uit, hè. Helemaal niet zelfs. Want ik ken een paar mensen die dat allemaal heel interessant gaan vinden. Dus ik zou niet geren in haar plutsen. En trouwens, aan mijn dame is ook niet blij. Je krijgt 1,5 uur om terug te bellen. 1,5 uur en je 1 minuut langer. Kom! Denk je wel. Moet hier nu een kanaal luisteren. Dan moet ik heel gewoon normaal luisteren, hè, mis. We hebben mij aan mijn dame gekapt en intussen weten we alles van haar. Ook van haar zwart geld. En dat ziet er niet goed uit, hè. Helemaal niet zelfs. Want ik ken een paar mensen die dat allemaal heel interessant gaan vinden. Dus ik zou niet keren in Apeltjes zijn. En trouwens, aan mijn dame is ook niet blaar. Denk je dat, Jean? Ten alle gevolg niet de moment. Je hebt er ook al 10 en het andere met mij gemaakt, hè? Allee, ik bedoel, je weet wat ik bedoel. Je
Zie. Wat is nou verstandig? Wacht hier een keer 2 minuten. Ik heb niemand gezien, meneer de agent. Ik hou dat hier nou ook allemaal niet zo in door. Een mens is zijn eigen bezigheden, hè? En? Niks, man. Niemand te vinden. Kan je nou nog toe zijn? Jij hebt hem het laatst gezien, hè? Dat zal hem best een dag niet zijn op het bureau, hè? Jij had je hier niet alleen maar gaan achterlaten, hè, Patrick? Dat weet je nou toch? Wijst. Had jij nou ook nog wat beginnen zagen om een kop? We hebben al 20 minuten weg geweest, Max. Mag niet, hè? Oh, en jij moet niet eten. En als jij eens moet pissen, wat doe je dan? Dan pak je hem eens mee, of wat? Wel legt dat dan straks maar uit aan de chef op het bureau, hè? Zegt dat jij pisken moest doen en dat 20 minuten geduurd heeft. En ja, dat je gewoon maat niet wou meepakken. Hé? Zeg, madame. Dag. Zeg, madame. Weet u toevallig niet waar die 2 pastoors naartoe zijn? Die zijn naar Dardenne, naar La Roche, naar hun caravan. Op vakantie. Maar ze hebben ons camionet meegepakt. Oei. Zomaar, zonder iets te vragen. Monsieur? Vous allez au village? Graag. Spreekt u Nederlands? Nee, Vlaams. Wacht, ik zal hem even vasthouden. Mag ik met u meerijden tot in het dorp? Ik ben nogal gepresseerd. Maar ik stond hier al een uur te wachten. Een andere keer misschien. En geef ik mijn zak niet terug? Ik ga kwaad worden, ik voel het. Allee, doe nou niet flauw, zeg. Oh, sorry. Verdomme, hè! Sorry. Te voet. Wat zit er van hier? Verdomme, een roep, kieken! Kom, instappen! Instappen! God, dan een voorzicht! Zijn daarna content? Als ik nou zeg dat je niet kunt meeraaien. Als ik nou zeg dat je een tuit hebt. Ik kon toch niet weten dat... Maar dat is het juist, omdat je niet luistert. Maar ik zit nou wel met de gebakken peren. En wat wilde nou van mij? Niks, mijn god! We moesten Carlo Mus schaduwen. Allee, ga. We weten dat je zaken doet met bendes uit Bulgarije en Rusland, import en export. Dat zijn echt heel gevaarlijke gasten. En gisteren kwamen de gillen dan bij hem naar buiten. Ja, gelopen, zal ik maar zeggen, want de poort was dicht. En een paar uur later zijn we hem dan gevolgd. En ja, die rijden er al een oos. En we hebben hem daar zien binnengaan. Nee, Charlotte. Nee. Nee. Flieken zijn altijd minstens met 2. Ja.
Er bestond zelfs mopjes over. Ja. En Gaga stond er hier maar alleen met een verrekijker. Weet je nog? Ja, ja, maar mijn collega die was even naar de winkel. Want die had honger. Allee, vind je nou dat Charlotte eruit ziet gelijk als een vlieg? Nee. Ga uit de kop van een boekhouder. Is dat Freddy? Problemen, man. Heb je dat erbij gekregen in de winkel? Wie is dat? Ik kan niet gewoon volgen. Je hebt honger, je gaat naar de winkel om een brood en een pot yoghurt te kopen en je komt terug met een meeke en een mottige hond. Ze wou meeraaien. En ik zei nee, en dan moest ik bukken. En toen is ze met een revolver gezien. Ja, nou versta ik het. Goed, dat ben je niet mee onze daf zijn. Er was nooit genoeg plots in geweest. Zijn er helemaal op een stoemenkop gevallen? Het is hier allemaal nog niet ingewikkeld genoeg. We hebben nog niet genoeg misère. Ik heb geen stoemenkop. Spreek je Vloms? Was er nou echt niemand anders om met mij te draaien? We moeten hier zo rap mogelijk weg. Oh ja, en waarom? Toen dat ik aan die winkel wou vertrekken, kwam de muus daar juist aangereden. Wat? Hoe kan dat nou? Hoe kan hij nou weten dat wij hier zitten? Ja. Denkt gij dat ik? Ja. Gij ze echt op mijn kop gevallen? Hoe dan? Hij gisteren mijn telefoon afgepakt en heeft hem heel een tijd baan gehouden. Ja, juist, ja. Ik heb hem gebeld. Hier blijven gaan! Hier! Heb je hem al gezien? Nee. Maar dat duurt geen kwartier meer voordat hij hier staat. Was hem alleen? Oh, dat ik het niet weet. Ja, maar gaan we naar mijn huur doen? Mee pakken? Hé. Ik wil niet mee. Dat kan allemaal goed zijn, maar hij heeft niks te willen. Kom plat liggen, of ik schiet mijn kop eraf. Kijk, ik zoek voor je. Kijk, kijk, kijk. Wat gaat hij nou doen? Wat doet Freddy? Jan Otijdi. Bonjour, monsieur René. Fritse, mon frère Freddy. En wat is papa? Hoe is het va? Bien, bien, merci. Het chef van mij deed pas even wachten. Dat kon ik van mij alsjeblieft niet. Ik vraag aan de politie die is vrij dan wat jullie over drie jaar vloren. De politie is flik, quoi. Chez vous au dans la rue. Tu me comprends? Attends. Nou, ze hebben vist om laat, dan was dan een tour. Non. Oh, t'es là à quoi, à coup, va. Oh, t'es. Non. Allez, non, a vu yoga dans normal. Non, j'ai pas vu quelque chose, non. Votre frère, non plus. Non. Nous, toujours ensemble, hein? Tu comprends? Mon frère et moi, ensemble, toujours. Santé, hein? Oui, oui. Et quoi, tu veux me prendre, hein? Non. Ik bel straks terug. Pas urgent.
Als tot hier dan nog dezelfde biet is die mus hier. Plat op een bok. Schiet maar, hè. Wat was dat? Een losse maatje. Wat? Is dat toch Vlaams? Toch het me niet om wat, hè. Houd toch kalm, dat er geen ongelukken gebeuren. Gewoon een institutie aanbreken, hè. Stel die, Freddy. Het plus grand probleem de onze tijd, c'est le stress. Au boss, et au boss, il a déjà un peu ce que tout va bien. Et puis tout d'un coup, on tue mour. Voilà, hop. Oui. Tu t'es refaite, là? Ah oui, oui. Demain, travailler, hein. Tu comprends? Oui. Bon, ben, remettez le bonjour à votre papa, hein. Oui. Et n'oubliez rien, hein. Non, 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 non. J'ai fait, j'ai fait. Wil je het nou nog vertellen of niet? De Charles is de flik. Vind je dat geestig? Ja, we hebben een boogdoos hier van het lachen. Hoe komt de daar nou niet eens bij? Ja, de René had godverdomme zijn foto bij. Ze zijn hem niet laten ontzoeken en de flikken denken dat wij er iets mee te maken hebben. Wat is dat, Charles? Mannen, ik heb dat toch gezegd. Ik heb dat toch en hoe komen die bij ons? Ja, hoe kan ik dat dan weten? En wat gaan we dan doen? Die Napoli heeft alles gehoord. Ja, zegt ga het maar, hè. Gaat hem in alles schuld. Oh, gaan we weer zo beginnen? Ik heb niks gehoord. Echt niet. Oh, nee, het zal niet. Ga ze het af en toe doen, of wat? Ja, dat is heel simpel, hè. Die moet verdwijnen. Ja, je kunt die niet zomaar van kant maken, hè, Freddy. Dat is geen hond, hè. Er gaat misschien een betere oplossing? Mannen. Nou, er is toch niks gebeurd. Ik zal er echt niks over vertellen, ik zweer het. Laat ons gaan. Hè? We trekken onze plan wel. Nu, nee, dat vertrouw ik niet, Charles. Goed geprobeerd, maar dat gaan we niet doen. Blijf een flik, hè. De mus. Mus, wat heb ik na 5 minuten geleden gezegd? Ik ging A terugbellen. Welk stuk van de zin heb je niet verstaan? Ik ging A bellen. Dat moest hem weten. Ja, dat deed hem niet gezegd, Freddy. Dat is hier eigenlijk wel schoon, hè. Om in de zomer is te komen wandelen met de familie. Zeg, wat je hier verloren? Ik weet het niet wat hij hier verloren zit, maar ik ben mijn vrouw kwijt. Ah. En denk dat hij hier terug te kunnen vinden? Die mag een keer hebben. Ik kreeg een telefoonsje van 2 meneren. Ze wilden dat ze 200.000 euro geven. 200.000 euro en toen kreeg ik het mijn vrouw weer. Wat wilde hij eigenlijk zeggen? Dat de madame gekidnapt is? Inderdaad. Ja. 200.000 euro. Dat is dan ook geld. Dat moet je gewoon meisje zijn. Nou, dat wel. Dan nou ook geen hebben meisje. Nee. Dat is... Maar laat hem niet afpersen. De 2 achterlijke boters! Dat verstaan ik. Ken ik die 2 achterlijke poters? Nee, nee, nee. Het is allemaal begonnen toen dat ga dat alarm met Lotte afgaan. En dat je zo dwaas wordt om op een kazak door te laten liggen. Weet je wat? Ik stop ermee. Zoek het zelf maar uit. Ik ga naar huis. Hier, kom. Allemaal uit, stappen gedaan met die cinema. Kom. Dat had ik gedacht, hè. Ik laat me hier niet belachelijk maken. Ik bel naar de muse, hè, dat ze mijn namacht terug hebben gedaan met die zever, jongen. Ah, belt juist niemand. Nee, dat zullen we dan nog wel eens zien. Ja!
Wat is de bedoeling? Ik kom met die tak op haar kop kloppen. Dat is geen tak. Dat is een wortel. Takken die groeien in de lucht. Ja, en wortels die zitten in de grond. Dat is altijd zo geweest. Nee. Hola, jongen. Freddy. Godverdomme, hè, Malt. Stop ermee. Je hebt erom gevraagd, hè. Ja. Wagen. Dat is toch waar, zeker? Achteruit! Of denk je dat ik niet durf? Allee! Mullenbel! Allee! Hier blijven jij! Ola, ik heb er niks mee te maken. Dat zal niet. Ga daar staan. Ik wil de sleutels van dat busje. Dat busje is wel niet van ons. Is dat mijn probleem? Die sleutels zijn rap! Oh. Juffrouw Oterna, mijn hoop geeft hier een volle vereer. Kom. Ay, moet ik eens hier doen? Ik schiet, hè. Ja, met water zitten geen kogels in. Ik heb die er allemaal uitgehond. Zal wel. Ay, schiet dan, hè. Ay, schiet! Voilà, wat heb ik ook gezegd? Allee, probeer het nog eens, hè? Hey, het zal gaan, zeker? Wat is dat nou weer voor een klucht? Ik loop hier al 2 dagen met een leger revolver te zwaaien. Juist, ja. En weet je waarom? Ik heb het al 100 keer gezegd. Omdat je een gevaarlijke zot bent. Ah. De mus. Ja, kom, hier ligt gaat hem maar uit, hè. Ik heb je toch altijd alles beter. Hallo? Nee, het is de Freddy. Ja, dat is mijn broer, hè. Ja, ik zal hem geven. Hij wil daar spreken. Ik heb die manier niks meer te vertellen. Ja, zeg dat dan maar zelf eens, zeg. Hallo. Laat ons die zo op roep oplossen. Ik heb geld. Serieus? Wacht eens even. Hij heeft het geld, zei hem. Yes, yes. Hoe komt dat naar je nieuws? Ja, dat is toch niet belangrijk. Hij zal een schrikje krijgen hebben, hè. Schrik? Van wie? Maar toch niet van ons? Spreek dat van je af. 200.000 euro. Briefjes van 50, gebruikte briefjes en nieuwe. Ah, dat is dan toch nog wat halen? Ja, hij ook. En een doorzichtige plastic met zak. Wat moet wij eens mevrouw horen? Wacht even. Hij moet dat hebben. Carlo. Moet mij helpen. Content? Hoor, spreek me af. Ik bel terug over 10 minuten. Oké. Hallo? We moeten een plan bedenken. Ja, zover was ik ook al. Ik vertrouw het niet. Ga gewoon niet beginnen, hè. Ik wil ook een deel van dat geld. Wat was dat? Ga je er niks mee te maken? Oh, nee, zeker. Ik zeg je kidnap en bedreig mij een wapen. Dat niet gelooien was. Ik wil 25.000 euro, anders ga ik naar de flikken. Ja, dan gaat hij niet ver moeten lopen. Er stond er hier een even aan. Nou, dat komt hier niet goed. Ga moet dat niet moeien gaan, flik van mijn gat. Moest je dat nooit laten gaan. Oh nee, dan houden ze maar dankbaar. Dan gaan ze dan gezellig bij ons in een bungalow komen wonen. Hm? Gelijk als Sneeuwwitje. Luistert. Ik wil helpen. Dat vertrouw ik niet. Ja, maar denk je nou echt dat de mus bang is van Ellen? Die vindt Ellen zo terug. Begint al eens met mij los te maken. Tarara, en dan gaan lopen zeker? Nee, we gaan samen naar de mus. En ik zeg wat iedereen moet doen, dat er geen ongelukken gebeuren. En waarom zou jij ons helpen? Ja, Charlotte, daar zijn jij ook wel curieus voor. Jij bent een flik.
Als dat ooit uitkomt. Dat moet niet uitkomen. Lustert, ja, ik kan er niet veel meer over vertellen, maar we hebben de mus benauwd te pakken. We hebben genoeg bewijzen, dat duurt nog een paar dagen, niet langer. En dan is hem zo'n chique villa en niet zo kwaad. Hola. En als hem geld bij je, ja, dan is dat toch zwart geld, dus ik had hem liever geen uitleg over geven. Eerst losmaken. Ik geloof er niks van. Die denkt dat we een oezel zijn. Hoe zou dat nou komen? Blijf wel in de fliek, hè. Straks draaien we ons even zo met een slachtoffer in onze nek en dan liggen we daar. Ik zal hem losmaken. Ik ook. Dat is een slecht idee. Komt Nodien niet om een kop zagen, hè? Een heel slecht idee. We doen 50-50. 100 voor ma, 100 voor Ellen. Ja, lap. Daar is het, hè. Ja, maar dan moeten we wat verdoeme bij leggen. Oh ja, zij wilt een 11 hebben. En die Franke Smoel daar ook 25.000. Dat kunnen we beter niet eens naar huis gaan. Dat is niet serieus, hè, Charles. Wat heb ik aan haar gezegd? Waar hangen hier begot met ons kloeten aan een nageltje? Ja, dan moeten we maar niet onder elkaar afspreken. Ik wil de 11. Ga zijn vrolijk held, Wolfgang. Is dat wat ze leren op de flikkenschool? En wel, merci. 2 minuten. Kom eens even meegaan. Kom. We zien hier ons dik belachelijk aan het maken, hè. Ach, het moment. Luister, die strijken erin, die gaat terug naar de bus. We pakken dat geld en we tellen juist niks. Nou, hoor ik haar klappen, ze. En we stampen die Charles in dat meekje met haar motten genoemd onderweg uit de auto. Dan kunnen ze gezellig de vol terug. Eigenlijk is dat niet eerlijk, hè. 25.000 euro. Weet je wel hoe lang dat ervoor moet werken? Ik wel, ja. Maar je hebt er eigenlijk al eens over nagedacht hoe je een nadeel van dat geld gaat geraken. We hebben misschien met die twee afgesproken dat ze dat volgende week op haar rekening gaan storten. En dan gewoon op het buitenland. Naar Spanje. Nee, Freddy, naar het zuiden van Frankrijk. Waarom naar Frankrijk? Spreekt die Spaans misschien? Nee. En wel dan. En als de muziek in de bak zit, dan komen we op ons gemakje terug naar huis. En Charlotte dan? Die gaat kwaad zijn, hè? Als we dan ervoor zorgen dat al dat geld aan weg is, verzwommen. En als de flikken ons komen om te vragen, hou we eens van de onnozelen. Ja, het is dan het woord van de Charles tegen dat van ons. En waar zijn met wie, hè? Ik zorg ervoor dat jij een deal krijgt. Echt? Ja, de 11. En jij krijgt 25.000 van haar. Ja, man. Wacht. Ja, stop daar, man. Motor afzetten. Motor afzetten. Uitstappen en het geld laten zien. Uitstappen en het geld laten zien. Stik die zakjes omhoog. En na komt de traag naar hier gewandeld. Je hebt me gehoord op een gemak, hè? Oh, ik kan dat niet meer rood. Moet je eerst mijn vrouw zien. Hij wil er zijn. Gina, ontstappen. Ontstappen. Voilà. Kom in. Ja, en na komt er naar hier. Met je warmen omhoog, hè? Hola, mus. Nee, naar hier komen heb ik gezegd. Verdomme, die wil niet uit dat water. Godje, dat is...
Bukken. Kom. Wacht even, mus. Ah, monsieur René. René, bonjour. 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 La prochaine fois, tu dois tracter, hein? Hein? On dit ça chez nous en Flandre. Laisse tomber. Vous connaissez ce gars-là? Ah, non. Non, jamais vu. J'en ai amené à cette gêle. C'était pétu. Est-ce qu'il est frère? Mon frère? Je sais pas. Ah! Il est là! Surprise! René, comment ça va? Bien, oui. Dis, ça le temps, hein? Ah. Oh, c'est pas urgent. Et vous? Vous connaissez ce gars-là? Non, 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 non. Vous êtes sûr? Oui, très sûr, hein. Bon, ben. N'oubliez pas de remettre un beau jour à votre papa, hein? Non, non. Hein? Allez, au prochain coup, hein. Oui. Mademoiselle. Hallo, mis. Ik heb een verrassing meegebracht. Dat is onze pa, godverdomme. Kijk je dat heet? Ja. Wat doet hij dan? Ja, hoe kan ik dat nou weten? Ik heb die erin gestoken, hè? God, die gewoon niet content zijn. Allee. Wat is dat nou weer? Dat was niet afgesproken. Die mocht niet meekomen. Geef die telefoon eens in. Nee, ja. Geef die niet. Nee, ja. Nu geluk oversteken. Tellen tot 5. En toen komt China naar hier en vertrekt dat haar papatje naar door. En geen flauwe kul of misschien naar mijn gat is in de rug. Hallo. Hallo. Waarom zit hij niet thuis tussen de tv? Ja, vraag het op zijn beet zelf. Allee. Jan. Twee. Kom, oversteken. Ga maar naar de mus. Kom. Kom daar niet naartoe, hè. Heur dat Walter zeker. Denk er nog niet aan. Ik kan mijn botten wegsmijten. Ja, kom. Ga. Maar we moeten onze pa terug hebben. Dat is mijn probleem toch niet? We gaan naar schot zitten, we mogen het lekker kinderen zijn. Amateurs! Wat
Godverdomme! Sorry, pa. Er waren die gasten die de motten van de moemoe hebben laten ontploffen. Ik ga binnen, pa. Ik heb het zelf gezien. Gevaarlijke zotten. Dat is meneer. Waar is ze naartoe? Gina! 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 Godverdomme! Dat kan je niet! Waar is hij naartoe? Denk je dat ook niet? Peetje, wat een gek peetje. Wat denk je er vanaf? Ah ja, van wat dan wel? Carlo weet ik toch niet juist wat dat gaat denkt? Ja, dan hebben we dat. Ja, misschien maar beter ook. Godverdomme! Ja, pa. Dat zijn onnozelers. Ik heb net toch echt gedacht dat Gollum missen wat daver te worden. Wat? Je weet hoe dat allemaal begonnen is, hè? Oh, krijgen we dat nog eens? Het was wel aangedacht om er mee te pakken, hè? Weet je nog? En gaat die flikkie nog eens schuld? Hoe een flik? Weet je wat dat ga kunt? Nee, vertel eens. Hij wil gaan, hè? Wat? Hé? Och. Hij is een gestoord gast. En ga zo'n oud waf. Sorry, pa, maar ik blijf er niet bij wonen, hè? Dat hem zijn plan trekt. Vroos dan, hè? Waarom zou ik verrozen? Verroos zelf, ga bij onze pa wonen. Dat moeten we niet doen. Zie ons in de stof! Ja! En wat kan ik voor u betekenen? Goedendag, meneer. Zijt u gelovig?
Nou, dat vind ik toch best wel een beetje een persoonlijke vraag. Heb je de Koran gelezen? Nee. Wel, wij denken dat als we allemaal beginnen met elkaar wat beter te leren kennen, dat we dan meer in harmonie gaan kunnen samenleven. Oh ja, dat zou best kunnen. Ja, dat we dan minder vooroordelen gaan hebben, zo tegenover elkaar, verstaat u? Nou, dat met die vooroordelen valt bij mij reuze mee, hoor. Oh ja? Dacht ik wel, ja. Leven en laten leven, zeg ik altijd. Die schotverdoemen wij in een Hollanders, hè? Het is altijd hetzelfde met die gasten. Nou, kom op, zeg. Ik woon al 15 jaar in België. Ah, zo? En waarom? Was het in Holland niet meer plezant genoeg? Mijn vrouw is Belgisch. Ook dan nog? Kon er in Holland geen vinden misschien? U had het zojuist over verdraagzaamheid. Dat heeft er niks mee te maken. Het is niet omdat wij verdraagzaam zijn dat iedereen in die zomer ons vrouwen moet komen lastigvallen, hè? Lastigvallen? Mijn vrouw vond mij toevallig ook aardig. Maar dat geloofde hij toch zelf niet? Prit is juist een zot. Kom, Freddy, kom. We zijn hier weg. Kom. Is toch onzeker? Wat is dat nou voor de volk? Ik wil hier even gaan bellen. Ja, maar die lacht ons gewoon in ons gezicht uit. En dan nog wel één in ons aangelaat. Ja, ja, het is al goed. Ja, maar je hebt het toch zelf gezien? Ik pik dat niet meer. Op mijn kop wordt me meer gekakt. Nee, Freddy. En zeker niet door een Hollander. Je hebt toch gezien hoe dat moet, hè? En we allemaal belastingen betalen. Deze jaar hebben we al niet zoveel belastingen betaald. Ja, daar heeft het toch niets mee te maken, het gaat om het principe. Op welk principe? Maar, dat je dat nou niet verstaat. Het principe van de Hollander in een schoen, in zijn schoen kasteeltje, met al zijn zwart geld en warme waren. En dan ook als vrouwen aanpakken ook. Welke vrouwen? Ja, maar, wij hebben toch geen vrouwen, waarover is het dan? Maar het niet om het gaat om het principe. Als je dan minder agressief zou zijn, hè, dan hadden we er al lang binnen gezeten. Minder agressief? Ja, ga je. Minder agressief? Ja, ga. Is de natte nacht in de regen, de oekskus vol verdriet. Zijn dankje zang der bos, dat komt er wel eens tegen. Dat is na eet, dat je wel eens ziet. Je zit al is de nacht op zijn eentje, op ze kon er een bier. Nou, maar ik zeg ja! Maar ik zeg ja, nou, 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 ze leer. Een onnozeler komt nooit alleen. Een onnozeler, Frits en Freddy. Een onnozeler komt nooit alleen. Een onnozeler, Frits en Freddy. Een onnozeler komt nooit alleen. Ja, je zou al die onnozeler een sputje kunnen geven. Dat zou misschien het beste zijn. Die ooit een onnozel leersbrug zijn geschatten. Are you ready? Are you ready? The Frits
wezenlijk om nooit.